dus even geen gemaar. Nou, dit doen wij even dan gewoon omdat het kan. Ja. Of dit een hit wordt, dat moet nog maar blijken. Aan alle haters, bedankt voor het kijken. Jullie kijken nu naar ons en dat is omdat het kan. Want ik liet stiekem een scheetje. Hij weet er nog niks van. Man, je ruikt een beetje. Waarom deed jij dat dan? Omdat het kan, omdat het kan, omdat het kan. Ach ja, omdat het kan, omdat het kan, omdat het kan. Ach ja, David, 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 wat heb jij nu gedaan? Dit kan toch echt niet? Je bent een Sam, maar dat was een rare parodie, dankzij Hendrik. Hij zegt, weet je wat, ik vind het leuk om parodie te maken en we doen er even eentje met jou. Ja, inderdaad. Ik heb een tekst geschreven voor David's parodie. Klopt. Hij is wat korter geworden dan verwacht. Ja, dat mag best. We hadden eigenlijk een 3-minuten versie geschreven, maar de batterij viel uit. Ik had geen zin meer, hij moet nog naar huis. Je weet het allemaal wel, Milan zit te gamen. Het zijn allemaal verschillende redenen. Maar toch, dankzij Hendrik heb ik na een jaar YouTuber zo'n beetje mijn allereerste parodie gedaan. Dus dankjewel. Yo. Ik vond het super vet. Schattig dat jullie weten wat ik nu ga vragen. Hij zit nog niet in David's doet omdat hij nog ietsje groter moet worden. Daar gaan jullie hem dus bij helpen. Jullie gaan allemaal op Hendrik abonneren. Ik zal heel eerlijk zijn, jouw eigen parodieën zijn gewoon beter dan deze. En weet je wat, check het maar gewoon zelf eventjes. Klik op het linkje die je zometeen te zien krijgt. En ik zie jullie schattige dauwdruppeltjes later. Precies.